En in deze video heb ik voor jullie een herfstshopblog. Ik ben namelijk in de herfstvakantie met mijn beste vriendin Eline naar de stad gegaan. En ik heb een aantal leuke herfstitems geshopt. Ik vond het ook alweer eens tijd worden voor een shopblog. En er werd ook alweer gevraagd in mijn omgeving of ik weer een keer een shopblog wilde doen. En ik vond het zelf ook al tijd, want het is echt mega lang geleden sinds wanneer mijn allerlaatste shopblog was. Dus hier is eindelijk weer een keer een shopblog. Doe vast een blauw duimpje omhoog als jullie er zin in hebben. En laten we maar snel gaan beginnen. Oh ja, ik doe trouwens bij deze video ook try-on beelden. Dus aanbeelden waarin ik jullie ga laten zien hoe het kledingstuk mij staat. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel leuk om te zien. Nou, ik ga beginnen met iets wat ik niet in de stad heb gekocht. Ik ben trouwens naar Eindhoven gegaan, zoals eigenlijk altijd. Maar dit is van een webshop. Het kwam in dit superleuke verpakkingje terecht. Dit hebben we trouwens gewoon zelf gekocht. En het komt van de webshop Guts & Gusto. En het is echt een super leuk verpakkingje. Dit wilde ik even laten zien en ik heb het de hele tijd bewaard om in de shop nog te laten zien. Kijk gewoon hoe leuk ziet dit eruit. Het is gewoon super cute. Allemaal leuke stickers. En wat ik daar gekocht heb is deze trui. Hij moet in de was. Hij lag ook eigenlijk in de was, maar ik heb hem er even uitgehaald voordat ik hem wel wilde laten zien in de shopblog. Er staat op GRLS Girls dus eigenlijk. En ja, ik vind hem gewoon super leuk. Het is gewoon eigenlijk een super basic trui. En hij heeft hier ook van die dingen en hij is ook wel strakker. Dat vind ik gewoon super leuk. En ja, ik vond hem zo leuk. En hij was volgens mij iets van 30 of 35 euro. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. En dan ga ik nu wel door met alle dingen die ik in Eindhoven gekocht heb. Het is trouwens ook niet echt mega veel of zo. Ik ga beginnen met de Primark. En daar heb ik dit keer maar één dingetje gekocht. En dat is namelijk dit lange fluffy vest. Ik was hier echt al zo lang naar op zoek. Vorig jaar wilde ik er ook al een, maar toen kon ik hem nergens vinden. En dan ben ik heel blij dat ik hem bij de Primark vond. Jullie kunnen het misschien niet heel goed zien, maar hij heeft hier ook van dit soort, ja, vakjes. Hier, die zakken. En aan de andere kant ook. En hij is zwart, fluffy en zo zacht. Zodat je natuurlijk ook nog altijd wel je t-shirtjes aan kan doen in de winter. Wat doe je gewoon het vest overaan. En dan is je hele outfit compleet. En ik vind deze echt super leuk. En hij was ook maar 16 euro. Ga ik door met de Only. En daar kocht ik een basic zwarte broek. Ik had echt een zwarte broek nodig. Ik had er wel een met gaten. Maar ik had gewoon echt een basic zwarte broek nodig. En dat is deze geworden. Het enige detail is wel dat hij hier een ritje heeft. Maar dat vond ik ook gewoon wel heel erg leuk. En ja, ik vind hem gewoon echt super mooi. En hij zit ook heel erg mooi. En er was ook korting op alle broeken. Dan was er volgens mij van 20 of 25% korting op alle broeken en jassen. Dus hij was 30 euro. Maar ik hoefde nog maar iets van 22 euro te betalen. Dus dat is altijd mooi meegenomen. En deze komt dus van de Only. En ik hou eigenlijk altijd al mijn broeken bij de Only. Want die zitten gewoon echt het allerlekkerst. De winkel alweer. Ik heb namelijk ook niet heel veel gekocht. Maar dit is de Pool & Bear. En voor de mensen die het nog niet weten, de Pool & Bear is echt mijn favoriete winkel. En mijn hele kledingkast ligt vol met Pool & Bear kleding. Ik vind dat ze daar gewoon echt super leuke kleding hebben. Ik heb er vooral heel veel t-shirtjes van. En ik ben er gewoon echt helemaal fan van. De kleding daar is ook heel erg budget. Het is allemaal rond de 10, 20 euro. Dus echt mega goedkoop. En daar heb ik dus nu ook volgens mij iets van 5 items gekocht. Dus ja, die ga ik jullie nu laten zien. Nou, ik ga beginnen met deze trui. Voor de mensen die het ook niet weten. Ik had een keer een t-shirtje met Babe erop. Maar die is kapot gegaan in de was. Dus die kan ik nou niet meer aan. En toen zag ik deze trui. En toen dacht ik, ja, oh mijn god, ik moet deze gewoon hebben. Het is een cropped sweater, dus ik heb hem in de maat L gekocht, zodat hij nog wel gewoon een beetje tot mijn buik komt. En als ik nou S of M had gepakt, dan was hij wel heel kort. Dus ik had gewoon L gepakt en deze zit verder gewoon wel heel leuk. En ik vond het ook wel leuk dat hij iets wijder zat, dan is het iets meer oversized. Bij de mouwen zit hij wel nog gewoon strak, maar onder dus heel erg, ja, flowy en een beetje wat korter dan normale sweaters. En deze was maar 13 euro. Oh mijn god, hoe goedkoop voor gewoon een trui, hè? Echt, ik hou hiervan. Don't give up. No, no, no. I'm free to be the greatest. I'm alive.
gekocht. En ik vond deze zo leuk. Het is een donkerblauwe kleur. En hij heeft hier een cactus op staan. En ja, ik vond het gewoon een superleuk detail. En er staat op Leave Me Alone. En dat vond ik gewoon een superleuke tekst. En het is zo'n warme trui. Hij heeft hier zeg maar van dat vliesstof. Dus dit is zo lekker voor op een koude winterse dag. En deze was 20 euro. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you... Dan heb ik een t-shirtje bij de Pull & Bear gekocht. Dit zijn dus de t-shirts die ik bedoel. En ik heb hier, ik denk er echt al 5 verschillende soorten van. Maar iedere keer als ik naar de Pull & Bear ga, moet ik er gewoon één kopen. Want ze zijn maar 10 tot 13 euro. Deze is bijvoorbeeld 13 euro. Maar deze zitten gewoon zo lekker. Mijn zus vindt het een pyjama shirt. Maar ik vind het gewoon een heel leuk shirt. En hij heeft hier ook weer zo'n patch. En dit is met een alientje erop. En er staat op... Ik kan het niet lezen. In ieder geval, dit staat er dus op. En ik ben hier zo blij mee. En deze was dus 13 euro. It on me. I can't take anymore. I'm saying baby, please have mercy on me. En dan alweer het allerlaatste van de Pull & Bear is een spijkerjasje. Ik wilde echt al super lang en graag een spijkerjasje. Ik keek al op de website bij allemaal verschillende winkels. En ik zag eindelijk dat ze er een hadden bij de Pull & Bear. Ze hadden 3 verschillende kleuren. Ze hadden zeg maar deze kleur blauw. Maar ze hadden nog een lichtere gebleekte blauwe. En ze hadden nog een grijze zwarte spijkerjasje. Maar ik vond deze kleur toch wel het mooiste. Zodat je hem ook nog aan kan in de lente en in de zomer. Dus ik was hier heel erg blij mee. En dit kun je dus ook gewoon aandoen over bijvoorbeeld dit shirtje. Dit is gewoon super leuk. En het staat bijna bij de meeste dingen wel. En deze was 20 euro. Deserve to be alone. And I deserve better. Ik zei net eigenlijk al dat de Pull & Bear de allerlaatste winkel was waar ik iets bij gekocht heb. Maar dat is niet zo. Ik heb namelijk ook nog iets gekocht bij de Cool Cat. Normaal koop ik eigenlijk niet echt kleding bij de Cool Cat. Maar ik vond dat ze er dit keer best wel leuke dingen hadden. Vooral hele leuke truien. Nou, de Cool Cat zit eigenlijk meestal wel een beetje bekend bij mij om de pailletjes en alles. Maar deze keer hadden ze ook gewoon van dit soort truien. Dit is gewoon een beetje een grijze gemêleerde stof. En er staat op brave, dus dat betekent moedig voor de mensen die het niet weten. En deze was 25 euro en hij is gewoon ook echt super warm. Hij zit onder en aan de zijkant weer wat strakker. En dit is gewoon een hele basic trui en die past gewoon op iedere broek. En ik ben hier gewoon heel erg blij mee. Nou mensen, dan was dit dus alweer de video. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze video leuk vonden. Als dat was, doe dan nog even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk ook even mijn kanaal. Dat kan hieronder op de abonneerbutton. Laat ook zeker weten even een leuke lieve reactie achter hieronder in de comments. Met wat jullie van deze video vonden. En dan zie ik jullie hopelijk gauw in de volgende video. Doei!